In deze tweede aflevering van Pokémon Scarlet and Violet, de Teal Mask DLC, vangen we een Applin. En Applin heeft een gloednieuwe evolutie. Om Applin te evolueren heb je een speciale appel nodig die je vindt bij dit hutje. We vangen nog veel meer vette nieuwe, of ja, oude Pokémon. En we komen erachter wat deze drie wezentjes hebben betekend voor deze regio. En ik ga niet liegen, mijn team kan wel een upgrade gebruiken. Yanma, Spinarak, Swellow, Pochiana en Wooper. Dat is mijn teampie tot nu toe. Kijk, maar ik wil bijvoorbeeld ook niet zo'n Growlithe. Die is vet cool. Dus even kijken wat er in de appelheuveltjes te vinden is voor Pokémon. Starly en Fomantis lopen hier, maar die ga ik niet vangen, want die waren er al. Zullen we Centred vangen? Niet dat we die gaan gebruiken, maar die gaan we wel vangen. Het is een nieuwe. Ik moet de Pokédex compleet maken. Gooi gewoon overal Ultra Balls op. Ik ga niet eens battelen. Let's go, Centred. Join my... Oh, oké. Join mijn team niet. Zal ik je 1 keer aanvallen dan? R/. Hier. Vangen. Maar nu ga ik je niet in een Ultra Ball vangen. Hè? Ik bedoel, nu krijg je een Great Ball van mij. Ik bedoel, hè? Dan moet je daar ook zakelijk in zijn. Precies. Hoppakee. Centred in het teampie. Die gaat er alleen niet lang blijven. Dat kan ik je wel vertellen. Ik vind het wel een schattige Pokémon. Ik vind hem wel leuk eruit zien. Eigenlijk lijkt het gewoon op een Azumarill. Maar dan in het bruin. Oké, hier gaan we waarschijnlijk Applins vinden. Er is een nieuwe evolutie van Applin beschikbaar. Ik heb er nog niet heel erg naar gekeken, maar dat is wat ik gehoord heb. Bellsprout! Ja hoor, een nieuwe Gen 1 Pokémon. Die wil ik sowieso hebben. Level 59 Bellsproutje. Ja, die wil ik, man. Die wil ik sowieso. Let's go. Wat een idee. Oh, oké. Je hebt geen zin? Jij gaat stoer doen tegen... Jij gaat heel stoer doen tegen mij. Maat, ik kan ook stoer doen tegen jou, hè? Niet doodgaan? Oké, heel goed. Ideaal, nu kan ik je vangen. Let's go, Bellsprout! Bellsprout is een classic, man. Daar is die. Ja. En nogmaals, in deze DLC wil ik alleen maar gebruik maken van Pokémon die nu nieuw zijn in Pokémon Scarlet en Violet. Speciaal voor deze DLC. Oké, wat hebben we hier? Oh, hier hebben we dus een Applin. Laten we hem proberen te vangen, zodat we kunnen kijken of we hem gelijk kunnen evolueren in de nieuwe evolutie. What up, Applin? Hij is Terra-type Bug... Oh, dan had ik eigenlijk Yanma moeten gebruiken. Oh, ik mis mijn aanval. Lekker bezig, Pochiana. Nice. Ik heb wel zin om deze hele nieuwe Pokémon te fixen. Oké, hij gaat volledig verdedigingsmodus. Hij gaat zijn defense volledig boosten. Dit gaat heel lang duren. Auw. Oeh, die was lekker. Oké, daar gaat zijn Terra-type. Nu kunnen we hem gaan vangen. Applin zelf is dus niet nieuw in deze generatie. Maar zijn nieuwe evolutie dus natuurlijk wel. Let's go. Ah, yes, we hebben hem. En Applin komt in de plek van Spinarak. En om Applin te laten evolueren heb je een Syrupy Apple nodig. En die schijn je te kunnen vinden hier in de Masvel Confluence bij een hutje. Ik denk dat dat hier is ongeveer. Laten we daar gewoon gelijk even naartoe gaan. Ik heb mijn marker dus neergezet waar we naartoe moeten. Helemaal rechts onderin de map. Oh, hier is Jackie. What up, Jackie? Ik ga nog niet met je praten. Ik ben even bezig, Jacques. Ik ben ontdekkingen aan het maken. Oh, en ik zie daar een Vulpix. Die wil ik sowieso hebben. Ja, mijn teampie moet gewoon wat sterker worden als in de eerste video. Want in de vorige video hebben we dus gewoon verloren van Kieran. Dat mag ons echt niet nog een keer gebeuren. Oh, sorry Wooper. Wooper heeft problemen. Wil je alsjeblieft wel raken met je muddy water? Kan je hem raken? Nee? Oh, dat is lichtelijk problematisch. Nou, weet je wat? Dan gooien we wel gewoon een ultrabal. Kom op, Vulpixie. Join mijn team, alsjeblieft. Op het laatst. Echt? Loopt er ook een Rockruff? Oh, er zijn zoveel vette Pokémon hier in deze DLC. Die Rockruff die wil ik ook hebben, hoor. Of zat hij er al in? Ik twijfel, ik weet het niet meer. Come on, Vulpix. Ik zal een hele goede trainer voor je zijn. Kom op, join mijn teampie gewoon. Potverdorie. Fireblast ook echt. Holy moly, Fireblast, Inferno. Ik weet niet wat voor aanvallen die allemaal heeft. Let's go, Sucker Punch. Oh, maar ik mis, want... Blijkbaar gaat die... Ah, Safeguard. Oké, ik dacht Will-O-Wisp misschien. Nu werkt het wel, de Sucker Punch. Hij doet Fire Spin. Ja, is wel een lekker Pokémonnetje om erbij te hebben, hoor. Even een Fire-typie. Nou, nu blijf je wel in je Ultra Ball, toch? Toch, Vulpix? We gaan nou niet meer moeilijk doen, toch? Denk ik. Ik bedoel, ik heb nu damage gedaan. Juist. Hoppakee. Gloednieuw Vulpixie. En Vulpix komt nu in de plaats van Sandred. Even kijken of Rockruff al in de game zat. Ik twijfel. Stantler wel. Die loopt er achteraan. Krikatoad en Krikatoen ook. Ja, Rockruff zat er wel al in. Oké, dan mogen we officieel geen Rockruff gebruiken. Sorry jongens, jullie mogen allemaal niet in mijn team. Dat is tegen de regels. Tegen de regels van deze challenge. Oké, maar we waren dus op weg naar dat item om Applin te evalueren. De Syrupy Apple, die moeten we zien te vinden. Dat gaat waarschijnlijk ook wel lukken. Ondertussen pakken we al deze dingen. Ja, hier in de Masvel Confluence. Hier moeten we dus zoeken. Poliwhirl! Het zijn allemaal generatie 1 Pokémon hier. Ja, sorry jongens. Ik ben fan. Ik ben fan van de generatie 1 Pokémon. Ik ben hiermee opgegroeid met Bellsprout en met Poliwhirl en met Vulpix. Dat zijn my boys. Dat zijn gewoon de Pokémon waar... Wow. Wel even rustig aan alsjeblieft. Ik denk trouwens dat ik deze Poliwhirl nu gewoon kapot maak met mijn Bellsprout. Ja. Ja, moet je maar geen double edge doen. Oké, goed verhaal. Oké, we gaan dit nog een keer proberen. Hallo. Ga jij ook weer double edge doen? Want in dat geval gooi ik gewoon de ultrabal, hè? Dan ga ik je gewoon gelijk proberen te vangen, meneertje. Oeh, daarachter loopt ook nog een Corphish, zie ik. Maar die mogen we volgens mij niet vangen. Maar Poliwag hebben we wel. Hoppakee. Ja, het spijt me heel erg voor alle Wooper-fans. Maar hey, ja, we hebben Poliwag, man. Poliwag is freaking vet. Dus die komt in het team in plaats van Woopertje. Oké. Maar waar is die appel die we zoeken voor Applin? Ik denk dus dat die daarboven ergens moet zitten. Oh, Quagsire, hallo. Ik ga die niet aanvallen. Ik denk dat die nog te sterk is. Een Growlithe. Maar die zat er al wel in, dus die mogen we niet. Heracross die zat er ook al in. Oké, maar ik zoek een appel. Is hier een appel? Nee, citrusberry. Antidote. Ik denk dat we daar naartoe moeten. We moeten op zoek naar een hutje. Hallo, Seedot. Jou mag ik wel vangen, volgens mij. Volgens mij zat jij nog niet in de originele game van Pokémon Scarlet en Violet. Niet dat ik jou ooit heb gebruikt. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet eens wat jouw type is. It's not very effective. Oké. Oh, explosion. Auw, ik denk dat het pijn gaat doen. Ik denk het wel. Auw. Oh, zie, dat is kapot. Bellsprout ook. Poging 2. Ik moet ze uiteindelijk toch allemaal vangen, hè? Ook Seedot. Volgens mij is het een Grass-type Pokémon, maar die explosion was al... Oh nee, doe nou niet! Hoe ga ik je ooit vangen als je steeds gaat exploderen? Zo kan ik je toch nooit vangen? Ja, wat is dit nou voor stomme tactiek? Dit is echt lame. Ik vind jullie stom. Stomdot. Hier, kom, ultrabal. Je bent wel level 66 trouwens. Dat vind ik wel chill. Eigenlijk wil ik je wel hebben met je level 66. Let's go. Let's go. Maar Seedot evolueert natuurlijk in Nuzleaf. En daarna in Shiftry. En ik denk dat Shiftry eigenlijk best wel goed is. En Shiftry is eigenlijk ook wel toffer dan Victory Bell. Dus let's go, Seedot. Jij mag ook in mijn team. Ook al lopen jullie continu te exploderen. Maar dus terug naar de Applin Evolving Quest. Hier ergens zou dus zo'n dingetje moeten zijn. Zo'n appeltje. Laten we eens eventjes kijken. Bijvoorbeeld, is dit zo'n appeltje? Dit is Illumise Fluid? Geen idee wat dat is. Oh, kijk hier. Hier kunnen we appelen kopen. Ja, hier kunnen we siroopappelen kopen. Oké, 500. Nou, prima. Kijk, ja. En die kunnen we dus gebruiken op Applin. En zo kan je Applin evolueren in de nieuwe evolutie. Oh, en als jij hier bent om te zien hoe Applin evolueert in zijn nieuwe evolutie, doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar wat voor type het dan wordt. Hier is die... Zo ziet hij er heel droog uit. Maar net kwam een soort van die Pokémon er half uit. Dat zag er heel vet uit. Dipplin is dit. Welkom, gloednieuwe Pokémon dus. Een hele nieuwe evolutie. Dipplin. En het is een gras- en drakentype. Oh, dan hebben we de Shiftry misschien ook niet nodig. Dipplin is 2 wezentjes in 1 Pokémon. Zijn evolutie is getriggerd door een speciale appel die maar op 1 plek groeit. Ja, maar deze moeten we sowieso wel blijven gebruiken. Ja man, let's go. Dus even kijken welke moves die dan allemaal kan. Ja, dit zijn best wel aardige moves. Zijn special attack is iets hoger. Dus ik ga voor Dragon Breath om te leren. Energy Ball is ook nice. Dat is wel goede moves. Siroopbom, dat is denk ik een nieuwe move. Oké, laten we daar even mee proberen. What up, Dipplin? Kijk hem gaan. Heel grappig. Oké, maar laten we in ieder geval even op weg gaan naar dat eerste bord. Want dat is eigenlijk wat we wilden doen in deze video. Totdat ik een Applin tegenkwam. Of misschien moeten we toch maar even battelen. We gaan gelijk Applin even testen. Dipplin inmiddels. En wat doet die Bellsprout erachter? Kijk hem chillen. Festival Boy gooit ook een Bellsprout. What up? Oh, hij komt met een Poison Jab. Tuurlijk, jij hebt weer super effective moves. Jij wel. Oef, die was wel lekker. Nou, geen critical hitje alsjeblieft. Dankjewel. En ook niet mij poisonen alsjeblieft. Dankjewel. Dipplin wint zijn eerste battle. Let's go, Dipplin. Wat een held. Oké, we gaan door deze velden heen naar boven. We moeten denk ik hier rechtsboven zijn. Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat hier nog meer allemaal te vinden is. In ieder geval superveel appels. Eens even kijken. We hebben hier een hekje waar we over kunnen springen. Ja, dit is de Loyalty Plaza waar we inderdaad moesten zijn. Nu nog op zoek naar dat bord. Wat is dit voor altaar? Oh, dit is die plek die we in de vorige video op de tv zagen. Loyal 3 Monument. Lang geleden waren deze drie heldhaftige Pokémon hier om Musiwi te beschermen tegen de vernietiging. Ze hebben een ogre verslagen die het dorp wilde aanvallen. Oh, en ze zijn overleden. Oh, ze liggen hier begraven. Wow. Oké, misschien gaan we daar nog meer over te weten komen. Over deze drie wezentjes. Oh, kijk, hier is dat bord. Oké, dan moeten we dus selfie maken. Heb ik echt nog nooit gedaan, een foto gemaakt. Zoals je ziet. Oké, zo, ja. Hebben we nu een foto gemaakt? Is dit goed? Of moeten we dit bord lezen? Dit is het eerste bord. Oh, kijk, daar komt Kiki ook weer aan. What up, Kieran? Kieran zegt, we moeten dit bord lezen, hè? Nou, ik ken het hele verhaal. Dus ga jij maar lezen. Ja, hij woont hier volgens mij, toch? Lang, lang geleden was er een ogre hier in het land van Kitakami. De ogre leefde op de berg achter het dorp. En dat maakte iedereen bang die daar naartoe ging. Op een dag kwam de ogre naar beneden. Hij was boos en hij zette het dorp op stelte. Maar met enig geluk waren Okidoggy, Munkidori en Fessentipitti daar. Deze drie Pokémon hebben hun leven gegeven om de ogre weg te jagen. Terug de bergen in. Oeh, en dit zijn ze dus. Sinds die dag noemen de mensen deze Pokémon de loyale drie. Ze zijn hier begraven. Ja, dat hebben we dus net gezien. Maar Kieran die zegt, hé, maar die ogre, die klinkt best wel cool, toch? Wat? Die ogre? Nee, die andere drie Pokémon zijn veel cooler. En Kieran zegt, ja wat, die ogre die was helemaal alleen. Het was 3 tegen 1. Maar de ogre heeft zichzelf nog steeds kunnen beschermen. Dat is super cool. Maar de meeste mensen zullen denken dat een ogre gewoon eng is. Ik denk dat er geen reden is om bang te zijn voor een ogre. Toen ik klein was, ging ik heel vaak die berg op. Meestal 's nachts. En ik heb de ogre een keer ontmoet. En het enige wat er eng aan was, waren de volwassenen die me de les lezen toen ik terugkwam. Dus ja, we moeten een foto maken hier, hè, voor dit bord. Ik heb geen smartphone. Kan jij? Ja, is goed. Ik maak die foto wel, joh. Oh, kijk. Ja, hier is die mooie foto. Kieran is nog steeds verlegen. Kieran zegt, ik wilde dit schoolreisje helemaal niet doen, maar misschien wordt het wel leuk. Ik ben veel liever in de natuur. En ik praat graag met jou, Rickachu. Zullen we even picknicken? Oh, ja. Daar is Coriden natuurlijk. Ja, als hij een picknick hoort, dan is Coriden erbij. En Kieran die vraagt, is dit een kaiju? Ik heb geen idee wat een kaiju is, maar dit is Coriden. Ik heb nog nooit een Pokémon als dit gezien. En hij komt als hij het woord sandwich hoort. Ja, kijk. Wat een vette Pokémon, zegt Kieran. Nu snap ik dat je zo sterk bent, Rickachu. Je bent speciaal. Ja, maar ik heb wel mijn battle van jou verloren. De vorige keer met mijn Wooper. Nou, we kunnen naar het volgende bord. En dat is... in de Kitakami Hall. Dat is vlakbij waar we begonnen. Oké, top. En dat gaan we lekker doen in de volgende video. Nu weet jij in ieder geval hoe je deze vette Pokémon Dipplin moet fixen. Zeg even gedag tegen de mensen, Dipplin. Zeg even gedag. Niet weglopen. Nou ja, weet je wat? Dan loop ik ook maar weg. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Doe een mazzel.